Hallo lieve mensen, welkom bij deze meditatie. Leuk dat je meedoet. Je kan rustig gaan zitten met je benen gekruist. Je kan eventueel ook in deze houding zitten, dus als het ware op je onderbenen. Ik zit zelf op een meditatiekussentje. Je kan op iets hoogs zitten om je onderrug en je heup te ontlasten. Als je heel vermoeid voelt, zwak voelt of je wil meedoen, kan je natuurlijk ook rustig gaan liggen. Zorg als je zit dat je zoveel mogelijk ontspannen rechtop zit. Dat je rug vanuit ontspanning gestrekt is. Dat je niet te veel inzakt. Ook als je merkt tijdens mediteren dat je inzakt, probeer weer rustig, ontspannen rechtop te zitten. Ja, met je schouders licht naar achter. Voel je billen goed op de grond of op je kussen. En dan maak je even contacten met je lichaam. Dus voel je benen, voel je heupen, voel je billen. Zo heel rustig ga je omhoog en naar je romp. Je buik, je onderbuik, middenrif, borstgebied met je longen en je hart, stand van de schouders, ontspannen naar achter, handen op je benen of handen in je schoot. De stand van je nek is ook in het midden, met je kin licht in. Voel ook de rust in je huid, in je gezicht, in je ogen, je mond en je kaken. En ook je tong, dat je tong ontspannen houdt. En in het rustig zitten, breng je aandacht ook naar je adem. Dus je hoeft niet speciaal te ademen. Je ademt en de adem komt en de adem gaat. En je richt je op dat ritme van inademing, uitademing. Ja, rustig in door je neus. Dus de inademing is altijd in door je neus. En dan voor jezelf, kijk wat prettig is, ontspannen uit door je mond. Dus je hoeft niet te blazen of geluid te maken. Hou het gewoon zacht en relaxed. Dus het kan uit door je mond, maar het kan ook uit door je neus. Ja. Het belangrijkste met meditatie is de aandacht. Dus in een tijd van crisis of in een tijd van veel spanningen, en of je dat nou persoonlijk ervaart of dat dat zoals nu meer ook wereldwijd is. Het belangrijkste en een van de moeilijkste dingen in een tijd van crisis en chaos, als het ware, is ontspanning. De kunst om te ontspannen in de chaos. En dan is meditatie een van de meest krachtige oefeningen, of het bewust ademen. En vooral met de aandacht op het bewust ademen. Geef de rust in je hoofd. Dus alle spanning, alle stressen, de zorgen, dat komt allemaal vanuit het hoofd, hè, vanuit het denken. En door je meer te richten, je aandacht te laten zakken naar je buik. Je buik ontspannen houden in plaats van gespannen. Voel je heel rustig de adem bewegen. In. Buik zet iets uit en rustig terug op de uitadem. En als je dat ritme zo goed als dat je kan bewust blijft volgen, creëert dat automatisch rust in je hoofd. Dat is eigenlijk de oefening. Is de aandacht bij je lichaam houden, bij je adem. En ieder moment dat je bemerkt dat je in je hoofd zit, keer weer terug, bewust. Dus ervaar dat je je aandacht kan sturen naar elk deel van je lichaam. En een van de meest krachtige oefeningen is het bewust ademen. Dus in het mediteren, en meditatie is eigenlijk aandacht hebben voor, is dat je de aandacht houdt bij de adem. En de adem is neutraal. En rust in de adem zorgt ook rust voor het hoofd, rust voor het lichaam. Dus de rust voor body-mind. En door je adem te volgen creëer je veel meer een eenheid in plaats van een gespletenheid van lichaam en geest. En gezondheid is veel meer de eenheid en de balans van lichaam en geest.
Het is voor mij persoonlijk de belangrijkste oefening, ook gedurende de dag, om in een bepaalde vorm van ontspanning, staat van ontspanning te blijven. Richt ik me zo goed als dat ik kan op mijn ademhaling. Ook op mijn bewegingen, bewust bewegen, bewust handelen. Als ik aan het werk ben, bewust werken. Als ik de afwas doe, bewust de afwas doen. En dat is eigenlijk de oefening. En nu doen we dat meer in de vorm van het stilzitten. En zeg maar het yoga aspect zit veel meer in de houding. Dus ook al beweeg je niet of nauwelijks, zit je eigenlijk stil. En door het uitlijnen van je lichaam, creëer je als het ware ook de yoga in de meditatie. Dus niet vanuit spanning, maar meer vanuit ontspanning. Alles in de vorm van de zen-meditatie, zoals ik het zelf beoefen, is allemaal gericht op ontspanning. En dat als medicijn, als heling tegen de spanning en de stress, als het ware in mijn hoofd. Dus breng je aandacht naar je buik, voel je adem. En ik heb hier de klankschaal. En iedere keer dat ik op de klankschaal sla en je hoort het geluid en je bemerkt dat je op dat moment in je hoofd zit, keer dan weer terug naar je buik, naar je middelpunt, naar je ademhaling. En als je bewust bent, zal je snel merken dat je heel gauw weer in je hoofd zit, in je denken. En dan hoor je wat of er gebeurt wat in je hoofd. Je denkt aan gisteren, aan morgen. En dan ben je dus weg bij je buik, bij je adem. En dat creëert eigenlijk spanning, zorgen, angst en stress. Dus de oefening is iedere keer weer terug naar je buik, naar je adem. En vandaar de klankschaal. En je hoort de klankschaal. Kijk waar je aandacht zit en voel je dat je in je hoofd zit of word je bewust dat je in je hoofd zit, keer weer terug naar je buik en je adem. Dus voel je adem in, rustig in door je neus en ontspannen. En ook weer de uitademing, uit door je mond of uit door je neus. Maar alles vanuit rust en zachtheid. En je hoort de geluiden, misschien hier op de video of bij jouzelf thuis of waar je ook zit, waar je deze meditatie beluistert. En je neemt de geluiden waar, maar je richt je niet op de geluiden, richt je gewoon op je buik en je adem. Dus je keert ook daar iedere keer weer terug. Dus je neemt het waar en je keert weer terug. En je blijft bij de adem. En de adem masseert en verzorgt. Bewust van de inademing, bewust van je uitademing. Blijf bij de adem in, voel de strekking van je rug, je wervelkolom, vanuit zachtheid, voel je buik bewegen. En een van de belangrijkste dingen ook weer voor gezondheid is een bepaalde vorm van rust en stilte. Het inbouwen van momenten van rust en stilte eigenlijk in je dagelijks leven. En dus het is ook meer een vorm als het ware van stilte meditatie. Ook al praat ik, zal ik ook momenten van stilte hebben in de meditatie. Probeer dan juist alert te zijn dat je in die momenten van stilte en rust bij je adem blijft. In. Voel je uitademing. De inademing is de koele lucht. En de uitademing, de warme lucht. Zo blijf je ademen, als het ware in een soort cirkel, je ademt rond. Je begint als het ware bij de inademing, einde van de inademing, het begin van je uitademing. Einde van de uitademing, begin van je inademing. En zo cirkel je in de adem.
Je maakt het al rond. Ook vanuit de zen, wat je vaak ziet, is een soort cirkelvorm, de ronde. Dus probeer de adem rond te houden, van in naar uit, en van uit weer naar in. Voel de balans in je heupen, je billen, in het zitten, in de middenlijn. Het punt van rust is altijd het midden. Dus ook in de houding zelf, de stand van de schouders, stand van je hoofd, ook de stand van je bekken, het zitten. Alsof er een koordje aan je kruin zit. Voel je iedere keer een hele zachte strekking vanuit je kruin. Terwijl je vanuit als het ware je zitbotten en je staartbeen als wortels heel diep in de grond, in de mat of in door je kussen heen naar de grond toe. De stroming, de massage van je ademhaling is door je adem bewust te volgen, masseer je als het ware ook je geest. Wat de meesten van ons misschien tijdens massage wel eens ervaren hebben, is dat een massage juist ontspant. Vooral een ontspanningsmassage die met aandacht is uitgevoerd en ook van een bepaalde rust. Ook het masseren kan je op de adem doen. Adem in, adem uit. En zo kan je dus ook met de aandacht voor de adem, geeft een massage. En door je buik zacht te houden, door je buik heel subtiel te laten bewegen op de adem, masseer je dus eigenlijk ook je organen. Ook in de organen zelf kan heel veel spanning komen te zitten op basis van stress of aangespannen spieren. De kunst is om daar bewust van te worden. Dus door de aandacht voor je lichaam, voor je houding, voor je adem, kan je bewust worden of ervaren dat je misschien een bepaalde spanning merkt. En als je bewust wordt, kan je het ook weer rustig loslaten. Dat is ook oefenen. Dat is gewoon inademen en kijken naar het lichaam. Kijken naar de adem. Dus ook met je ogen gesloten kan je nog steeds observeren, waarnemen. Voel de rust in je handen, je vingers, ook in je voeten. Een diepe rust kan eigenlijk alleen maar ontstaan als het ook rustiger is in je hoofd, dus minder gedachten.
hoe minder gedachten, hoe minder zorgen, hoe minder angst. Dus je blijft masseren vanuit de adem. Voel je aandacht bij je buik. Voel je benen. Ook de zachtheid in je ogen, je mond, je kaken, je tong. Vanuit je hoofd naar je buik, naar je adem. De rust van je mond. Misschien bemerk je als je zo wat langer zit en het eigenlijk bewust oefent. Het is een kwestie van oefenen. Het gaat niet om het lukken. Het gaat om het oefenen, het trainen als het ware. Het trainen van het iedere keer weer terugkeren naar je buik en naar je adem. De aandacht, de mindfulness. Mindfulness is een ander woord voor meditatie. Iedere keer weer terug te gaan naar meditatie. Naar de aandacht. In plaats van de kwantiteit breng je vanuit de rust en de stilte de kwaliteit.
voor je lichaam, voor je adem. En als je je ogen gesloten hebt, doe je ze weer rustig open. En voel nog even na of een bepaald effect bemerkt, zeg maar, door de meditatie. Dus voel je buik, ook nu. Ook straks, na de meditatie, kan je het blijven beoefenen in het aspect van de mindfulness, de aandacht. De bewegingen die je maakt vanuit de rust. Ook gedurende de dag, dat is het mooie van de adem, je kan het altijd en overal doen. Dus ook in de supermarkt. Je voelt de spanning, je voelt stress. Je hoeft je aandacht alleen maar naar je adem te brengen. Dan voel je eigenlijk direct, als het ware, de stress in je hoofd en je lichaam weer rustiger worden, ontspannen, relaxed. Dat het oefenen. Dankjewel. Namaste.